mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Plopsaland De Panne. De eerste vlog van 2019 denk ik bij ons. Nee. Oh, Niels is er ook bij. Tuurlijk is Niels erbij. Want tegenwoordig... Slee! Oké, mensen zijn doof nu. Rip het gewoon users. Je moet zo, omdat ik er zo bij ben, moet hij zo echt zo naar beneden filmen. Maar dat, ik ben al gewoon van bij Raja, want bij Raja moet ik dat ook doen. Ah ja. Raja zit letterlijk hier ongeveer. Dus dan is dat zo... Oh serieus? Oh shit. Dus dat, soms is dat wel een beetje amtant. Vertel het eens Jarno, wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we vandaag doen? We gaan van alles doen. We hebben wel al eens Anubis gedaan, we hebben al twee keer slee, ja inderdaad. Twee keer slee en een keer rollerskater gedaan. Ik had die rollerskater, die gaan jullie zo dadelijk zien. Er staat ook al een onride, die gaan jullie niet, in het ietsje daar of daar, I don't know. Van waar zou dat komen? Van waar zou dat komen? Nee, we gaan nu naar slee. Linkje van mijn vlog staat in de beschrijving. Ja, dat sowieso al hè. Dankjewel. We gaan dus nu naar de slee en dan zien we wel. Ja, onrijdje. Dus nice. Ja, jij ook toch? Sort of, ja. Sort of. Ja, en daarna moet je niet naar... Kijk, rare aandacht, mensen op de achtergrond. Ja. Ja. Maar mensen, hey, je kan al meteen een bouwen van Dino Splash. Bouwen date. Ik weet niet of dat jullie het goed kunnen zien. Het ziet er echt geweldig uit. Ja, wel. Ik vind het Efteling kwaliteit. I'm sorry. Maar dit is echt goed. Nee. Beter! Dit is beter, jongens. Kijk dit. What the fuck? Oké, maar daar is dus Dino Splash. En daar staat de slee waar we nu naartoe gaan. Tada! Kijk jongens, plannen zijn geweest. Dierenmolen. Dag Shakira! Oei, kindjes bang. Goedemorgen jonge dame. Op een natte geit. Ik zet mij op mijn soortgenoot. Ga je daar? Soortgenoot. Soortgenoot? Ga maar lekker naar de dierenmolen. Oh, dat deed echt pijn eigenlijk. Oh ja, deze. Ik vergeet zoveel pijn. What the? Wat is dat? Wat de hel, wat ben je daar? Dat was wel jij die dat lawaai maakte, what the fuck? We zijn hier daar binnen. Ah daar, slee! Ja, daar was hij. Onrijd! Echt waar hè, wij horen rare geluiden op dit moment op de bank hè. Normaal. Cochon. Maar cold. Oh Jesus. Slee. Heb ik hem nog? Ja, ik heb hem nog. Wee joh, dit ding gaat nog vooruit joh. Niels, Plopsa is beste personeel. Wat? Plopsa is beste personeel. Ja, dat is echt zo waar. Je moet door van de ja, omdat daarmee dat Niels nu in Plopsa werkt. Iedereen heeft gratis niknakjes voor bed. Oeh, wacht, had ik u zicht nog? Nee, is te ver. Oh, dat was dicht. Onrijd. Ah, daar. Hé, man. Ik ga dat gewoon zo monteren, like zo, hup, en dan zo, en dan... Oh, behind the scenes? Hé, maar het werkt wel hè? Dat is waar, ja. Als jij dat doet, dan heb je een fucking horens. Nattigheid. Nattigheid. Meh. Niels first reaction. Oh! Ja, nee, ik vind het echt mooi. Maar we zijn hier net al geweest. Ja, dat is waar. Let's go, slee! Oké, jongens. Anubis! Wel lang geleden eigenlijk, hè? Ja. Zeg, moet ik de weg wijzen? Ja, Toon is die wacht, hè, joh. Welkom in Anubis! Nee, ik heb het fout. Dat is een mooie spiegel. Hoi. En Thema. Thema! Echt een reet het eigenlijk. Ja. Dat is een standbeeld van mijn opa. Van uw opa? Ja. We hebben een snit laten voorbij steken. Dat was ik vond het gangetje die ik echt kaart haat. Jullie zien het weer van mij. Janne, ik zweer, als je mij durft toe verschieten, ik haat het gangetje zo hard. Ik ben echt... Ah! Gaat u. Er staat een... Kleine, wacht hè. Thema. Schilderijen. Ja, ik ga echt vallen. Dat hoop ik. Ja, Samir, dat kun je naar achter doen. Thema. Ja. Dat hoort er allemaal bij. De vuilbakken zijn ook thema. Hey! Niet verwacht dat jullie hier gingen tegenkomen. Ja, nee, eigenlijk. Kan ik mee aan? Mogen wij meeschrijven? Oh, dat is sympathiek. Mooi jongens. Rug gekraakt. Niels is verschoten in de gang. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar... Hebben jullie gehoord dat ik zo aan het roepen was van de gaten? Ja, man. En dan komt hij niet... Oh, stel scherp. Stel scherp. Hallo, ik sta. Oké. En dan kom jij zeggen van ik haat kinderen. En je werkt hier. En ik werk hier. Dat is een grap, hè. Mensen, welkom op Anubis en we gaan ervoor Anubis! Wow! Dive! Boom! Anubis! Level! Niemand man! Rare heuvel en dan Anusrol! Anusrol! Neem deze omgang niet serieus, by the way. Als je dat ooit doet op Anubis in een legend. Kijk, lekker front seat met deze gast. Yo. Jij moet trouwens nog eens vloggen, jongen, anders wordt hij echt, ik weet niet hoe kort. Maar mijn vlog is al... Kijk, Rumpel. Wat? Rumpel! Ja. Rumpel. Niels! Hoi. Ja, hallo, ik sta hier. Hoi. Ik ben ook Niels. Niels. Ja, oké, doei. We gaan in de Super Splash front row. Dus geniet van de onrijd met Rumpel. Super Splash. Nicht ein großer Splash und die Boot ist noch steeds kapot. Waarom is de boot nog steeds kapot? Het onnozele piep is wel weg. Zo dat rare piep. Zo dat... Dat is weg. Wauw, die rollen vallen echt op nu. Die rollen vallen echt op. Ja, dat is waar. En we gaan los, ja! Ja! Ik ben zo bijna niks nat en jij. Ja. Oh, ik ben zo blij dat ik aan de binnenkant zit. Tof. Maar heb je gezien wat ik deed? Ja, inderdaad zo ja. Dat heb ik ook bij Plopsa gedaan. We hebben al wat attracties gedaan. En nu staan we bij Heidi. En ja, Oké, zoals ik al... Ik weet niet of jullie Niels daarvoor hebben gezien. Waar is Niels? Daar is Niels. Slee. Wat moet je doen met de onrides? Erin zitten. En... Nee, ik bedoel iets anders. Wat moet je doen met de onrides? Beleefd blijven en stoppen met een flauwekul. Nee, die serieus nemen. Ah, dat ook. Vooral dan. Vooral de laatste dus. Maar ja, sorry trouwens dat ik niet zoveel meer gevlogd heb, maar ja. Ik ook niet hoor. Het worden twee korte vloggen, maar als je ze alle twee bekijkt heb je wel een lange. Hé, dus... dat is echt heel slim. Dus zeker mijn vlog bekijken. Ja. Oké, wij zien jullie als we uit Heidi komen. Dispatch. Dispatch. Maar ja, doe dat. Oké. Waar blijft jij? Ja, dat is goed. Ja. Slee. Ja mensen, we zitten op slee. Slee! Ga even Shakira waarschuwen. Mensen. Shakira. Ja, maar die zien we niet. Slee! Nu weet ze het. Oké, mijn beul zit echt fucking los. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Klaar voor! What the fuck, hij is echt serieus opgewarmd. Ja, ik kan al meer. Eerste onride slee, mensen. Ja, man. Woe! Hashtag slee 2019. Hashtag anusslee. Oh. En vertel nu eens. Was het leuk in de bergen? Het was zeer leuk in Heidejaarbergen. Nattigheid. Ja, zo. Het was zeer leuk in de bergen. Het kan nog sneller. Geweldig. Zo mensen, na een hele lange tijd niet meer gevlogd hebben, is het tijd om naar huis te gaan. En ja, Niels is een beetje van lichaam veranderd. Dus beetje breer, hè? Ja, een beetje breer. Misschien herkennen jullie hem nog van de Halloween vlog. Dit is Dieter van Plopsa Events. Ja, met een nieuwe frisse start. Voilà, een nieuwe frisse start. En we zijn juist nog eens in slee geweest met Niels. Niels is nu naar de draak, naar Sam. Als jullie Sam willen zien aan het werk, ga dan zeker naar Niels zijn vlog een keer, dan kunnen we een keer goed lachen met hem. Inderdaad. En vooral nog een kleine hint, neem de onrides niet serieus. Inderdaad. Want die zijn echt walgelijk. Als we kleinere kinderen zetten, ik ga sowieso erbij zetten, leeftijdsbeperking. Of ik ga problemen. Ik ga sowieso problemen krijgen met YouTube. Inderdaad. Maar als je het leuke vlog vond, laat alvast een like achter. Ik weet niet waar dat staat. Hierboven in het ietsje staan ook de vlog van Halloween. Ja, en dan zie ik bij jullie bij een volgende video. Tot zo! Doei!